De oud-directeur van Baggeraar van Oort, Jan van Oort, is deze week overleden. Hij had samen met zijn broer en vader het van oorsprong werkendamse bedrijf opgericht. Onder leiding van Van Oort groeide het bedrijf uit tot een wereldwijd Baggerconcern. In 1990 verhuisde het hoofdkantoor naar Gorkem, in 2003 naar Rotterdam. Afvalverwerkingsbedrijf van Gansenwinkel stapt naar de rechter om acties bij AVR Rozenburg te voorkomen. Personeel wil maandag het werk neerleggen omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe werktijden. De werknemers moeten straks niet 34 maar 36 uur aan de slag. De toeslag wordt gehalveerd van 28% naar 14%. procent. De Tweede Kamer is enthousiast over de bosvariant voor de nieuwe aansluiting van de A13 en de A16 bij Rotterdam. In de plannen wordt de huidige A13 bij Overschie een stadsweg en komt er een nieuwe snelweg in een tunnel langs Overschie. Het Kleinpolderplein gaat op de schop. Bij Omhoord komt een provinciale weg van de A16 richting Lansingerland. Minister Schultz van Hagen neemt dit najaar een beslissing over dit voorstel. De stabiliteit van de Fairplay 22, die vorig jaar november omsloeg bij Hoek van Holland, was niet in orde. De sleeboot sloeg om tijdens werkzaamheden bij harde wind. De machinist en de kapitein van het schip kwamen daarbij om het leven. Uit testen bleek dat er al water binnenkomt via ventilatieopeningen van de machinekamer bij een hellingsgraad van minder dan 60 graden. Bovendien stond er tijdens het kapseizen een deur open op het werkdek. Vandaag is het wisselend bewolkt. Vooral land bestaat er vanmiddag kans op een bui. Temperaturen komen uit op zijn 18 of 19 graden. En de wind waait matig uit het noordwesten.